Ja, dat is een mooie plek. Ja, dat is een mooie plek. Ja, dat is een mooie plek.
weer meer uit, hè? Ja. Er waren een paar en die lopen toen begonnen op raad. Ja. Maken van een mooie overwinning van de nieuwelingen hier Esme Blok van de Zwaluwen. Kijk eventjes, appa, yes, Esme Blok hier in het koffiebruine shirt van Pavé. We gaan nog twee ronden rijden voor de junioren. 15 en hier in de achterste glint hebben we de Nederlandse deel het maken van de kopgroep en het laatst moest ze lossen, maar wel hier mooi tweede geworden. Keurig gedaan, S. In de spurt krijgen van de nieuwelingen meiden, de Noordelijke Wielervereniging Groningen, Roos Mullens hier aan de linkerkant, maar hier aan de onderkant is het niemand minder dan onze grote vriendin Selena Bas, die de 10e, 11e en 12e positie hier gaan neerzetten. En daar is het Naomi Mulder die hier over de Mullens zien te krijgen op een mooie 10e positie. Dan in de Noordwesthoek. Stop, meid! En wie Naomi Mulder. Anna Jonsen, Naomi Mulder en Stien Westra. Nog twee ronden hier voor de junioren. De overgebleven 1-1 achter. Die een hele mooie overwinning weet neer te zetten. Met stip genoteerd, al derde hier in de Super Prestige in Gieten. Hier vandaag in Gieten opnieuw op het hoogste podium nu. Van 3-1. En dat binnen. Dat zien we van voor in het wit. En hier in het oranje zien we de dame die hier mee gaat doen. Natuurlijk voor de overwinning. De Nederlandse kampioen gaat dat hier doen. Lisa van Bellen is er volgens mij op een tweede positie. En het oranje dieken. Groep zitten, onderdeel uitmaken van het peloton en op een 13e, 14e, 15e plaats binnenkomen. Zie je Nicky. Lisa van Heel binnen zien komen en hier ook Birte Tellingen. En ook Femke Tolen die hier binnenkomt. Groep helemaal uit elkaar gevallen hier, Maaike Boer. En hier hebben we Bibi. Veenknaap en Selena Bas in de omloop door het land van Badje. En die hebben ze dan ook een trots in de hand. Mooie bloemen en we gaan de mooie glimlachen van de dames van Nienke 1 en Nienke 2. Vink en Veen over Lisa van Bellen. En een mooie glimlachen, ze heeft een keurig gekoerst. Zij is erbij. Goed
zo, Max. Netjes hoor. Goed zo. Lucas. Ding je weg toch niet? Ik heb nog gedacht te willen. Kom maar,
Lucas. Maar dank je wel. Helemaal af naar Wilbert Wilfred en Rafael Mouton. Van wat is Lee Bordet en hier van de Streetjumpers op de tweede positie. Uitstekend gereden hier. Daar zien we de jongens van Willybrod zien we van voren komen. Jelle Bouwman, Ingmar Bosma en ook Nick Brand. En ook de jongens van Wattersley, Ryan Gal, Karsten Heima. Maar hier op de meet is het. Is het voor Jasper Huytema die hier de punten haalt. En ik dacht dat het Sander Granberg was die als eerste was van het peloton voor de man op de lead. En derde ronde. Hij was zo goed aan het rijden en dan op het laatst dat hij materiaalpech heeft. Maar hij heeft zich met verve hier zo'n beetje op de 24e positie. Als we hier Brent Vos zien en ook Jelle Schieven hier over de meet zien komen. En ook hier Sal Meijer van de Street Jump Adblock. Hier de spurt vanuit een behoorlijke grote groep. Ja, goed gedaan hier hoor. Dit is Stijn Heeseman over de meet zien te komen. Vol overgave. Hier ook Thomas Matahelumuel. Die we over de meet komen goed voor. Yes. Nog even zien jongens, want dat is de 54ste uitvoering die we hier hebben. En daar zijn we net al best een beetje trots op. Zeker de stil. En we hebben al Kasper Huytema. Hij heeft seizoen de kop van de klassement rondrijden. Ja. Waar die op vijfde positie achter Sander Granberg die vijfde werd. Jasper dus